Zo mensen, goeiedag. Welkom bij de eerste vlog over de Malaga waar we zitten. Ik hoop dat jullie het kunnen lezen. El Puerto de Malaga Costa del Sol. Daar zijn we op de parkeerplaats. Ik moet even iets afgeven voor vrienden van ons. Even een pakketje afgeven. En dan gaan we lekker eventjes de stad Malaga in. Maar goed, ik denk, neem jullie een klein stukje mee. Om te laten zien waar we hier zitten. Kijk, daar is de ingang. Dus ja, een grappige. Grote is, ik was er nog nooit geweest. Ik vind het wel heel grappig. Hey, mensen, groetjes. Doei doei. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Kijk, zitten ze te kijken, hè, naar... Voor 5:25 is de hipclub en anders is het 6:10. Ja, kijk. Hey, wat is er nu? Ja, dat verspringt, hè. Hey. Of springt, hè. Kijk, hier zo, wat hebben we hier? Van alles, hè. Welke TUI is dat? Ah, TUI. TUI, TUI. Ja, ja. Prachtig. Beetje rond kijken, hè, mensen. Kijk. Een rondje, hè. Vliegveld van Malaga, Torremolinos. Daar is het ruiken. Uitgangen. Prachtig toch? Zo, we lopen weer even een stukje verder hier. Ik probeer de camera zo stil mogelijk te houden, maar dat gaat niet altijd even makkelijk als je flink doorstapt. Ik moet even bij gate 349 moet ik wezen. Ja, ja, lopen we hier dan, hè. Te zoeken. Even draaien. Ah, daar is het vrouwken al. Daar zit ze. Nog makkelijk, hè. Hier zo allemaal. Nou, het vrouwken die gaat dan naar de balie toe om even te vragen hoe wat, of dat mogelijk is. Ja, kijk. Gaan we maar hierbij staan. Dat laat ik eventjes doen. Hè. Kijk, en dat loopt maar door en door. Hè. Dan ben ik al helemaal vandaar. Helemaal in de verte. Of niet hier zo goed is. Mijn draag loopt ook nog door. Ik kan hier zoomen. Kijk. Leuk, hè. Helemaal erachter. Hè. Loop maar door. Dan ga ik even draaien. Ik loop nog helemaal tot daar, kijk. Daar is die veel. Ja. Hey, zoomen nog een keer. Ja, ze wil niet praten met niemand. Zo. Nee. Nou, dat is het dan. Alvernatte. Een kleintje, daarachter ligt school. Een winkeltje, een slager hier zo naast me. Dus, winkel, zijn we net geweest. Bruggetjes, echt heel oud, ouderwets. Hele leuke anekdote, vond ik zelf. In Nederland zie je ze bijna niet meer. Een telefooncel. Kijk, met een ouderwetse telefoon erin. Dat is hartstikke grappig. In Nederland zie je ze bijna niet meer. Poortjes verborgen. Dat heb je even niet gezien. Nog eens een keertje rustig rondlopen hier zo op het gemakje. Een beetje rondkijken. Heel oud. Hele mooie huisjes, maar ook hele bouwvallige huisjes. Hele rijke mensen, maar ook hele arme mensen. Kijk hiernaast. Daar woont dus gewoon niemand. Kun je niet voorstellen. Kijk, er staat best wel wat te kopen hier zo, op zijn zender. Het is niet duur, hoor, jongens. Woning met 2 of 3 slaapkamers. 58.000. Ja, en natuurlijk zo duur als je maar wilt.
Maar voor 8.000 heb je hier al een leuk huisje met 2 of 3 slapen. Prachtig. En hier komen we bij de bergjes. Op weg naar ons huisje. Nog een klein stukje. Zit nog niet helemaal op de berg in. Bijna. Zoals het liedje, hier ga je dus vliegen. We hebben hier zo'n soort gemsen, soort steenbokken zijn, springbokken. Die lopen hier gewoon in het wild. Die hebben van die hele grote horens, gekrulde horens op hun hoofd. Zijn hier in Andalusië, zijn er zeker nog 70.000. Dus ja, daar hebben we ook nog mee te maken met bokken. Wel grappig hoor, op zich. Ja, je hebt er wel mee te maken dus. Schakelen. Dat is 2, dat is 3, van 1 en dan was 2 en 3. Het is allemaal klimmend hier zo. Tegenliggertje, ja, zo gaat het hier heen. Kom hier ook natuurlijk zien. Staan. 1,5 kilometer zijn we weer thuis, Alfa naar Tejo. Ah, het is niet helemaal waar, het is 1,5 kilometer, maar dan moeten we nog 2 kilometer. Oh, zie die hond, joh. Ja, die zat. Geweldig. Dat is onze schapenherder. Moebje. Moebje. Die perro, joh. Kijk dat. Wacht eens, schat. Kijk, en die loopt hier gewoon zo over straat. En wij ook. Hij kijkt gewoon, hij loopt voor me. Ja, maar hij moet op zijn schapen letten. Prachtig, hè. Ja, dat maken we hier dan nogal eens dadelijks mee, hè. Is die mijn geitje, is best gaaf. Thank you.
zoals jullie zien. Aan de andere kant heb je ook nog eens zo interessant als dat. Die is iets kleiner, hè? Een beetje kleiner. Ingestorte huizen van de oorlog nog. Ja, wandelpaden. Heb je hier verschrikkelijk veel, zoals je ziet hier bovenin. Dus heel wandelpad, dat loopt helemaal door de berg. Heel fijn, dat wel. Dus, de kans dat je een wild zwijn of een wolf tegenkomt met dat soort zaken is heel klein. Er zit echt dood overal. We hebben hier ook valengieren, aasgieren, weet ik veel, vier soorten gieren, het zwarte gier ook, die hebben ze hier ook. We hebben de keizersarend, hebben we al gezien, prachtig om te zien als het nu lukt over de lucht. En heel groot is die ook trouwens. Dus ja. Zo gaat dat hier zo. In het begin, dan heb je er moeite mee. Iedereen kent iedereen, anders kent ons. De man met de schaapjes, die man die heeft ook een paar keer al gezien. Had ik nog niet mee gesproken, nu wel eventjes. De man van de geiten, die komt bij ons thuis aankomende week. Komt hij even verse kaas en verse melk brengen. Waarschijnlijk tot eind. Elk kaas en eieren van de buren. Zij schooikindjes tegen iedereen. Hoi. Hoe vinden jullie het hier? Ik heb een mansiepop. Hoe vinden jullie het hier, Titi? Kijk hier, schat. Dit is even het hele mooie uitzicht dat ik je moet laten zien, jongens. Ja, ik even de vallei. Want hij is bijna vol, mijn filmpje. Dus prachtig, hè. De ondergaande zon die erachter is weggedoken. En je ziet het ook hoog boven de berg, maar dan kan je net niet door de bergen zien. Aan deze kant van mij staat de zon bijvoorbeeld nog op de berg. Als je kijkt. Zie je het, jongens? Prachtig om te zien. Ja, ja. Hier woont een vriendinnetje van Tiani. Ja. Ja, die heeft een naam waar ik het liever niet over heb, maar goed, dat geeft niks.